Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Snap jij dit? Nee. Dit is Joy. Best wel gestrest hier. En dit is Bart. Schiet mij maar lek. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Echt dit? Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Top. Dit is Joy en Bart. Hoe is het? Hey Bart, ja, met mij gaat het goed. Alleen ik ben bezig met een goocheltruc. Die gaat wat minder. Sinds wanneer zit jij helemaal in de goocheltrucs? Nou, illusionist Christy en Carla heeft ons gevraagd of we bij hem langs zouden gaan. Dus ik ben alvast aan het oefenen. Ja, ik wil eigenlijk altijd wel eens weten van hoe dat nou gaat en zo'n goocheltruc, hoe dat werkt precies. Dat kan helaas niet, want het is allemaal top secret. Oh ja, ja, ja. Oké, okay, ik ga toch proberen te achterhalen hoe het allemaal werkt, oké? Okay, tot zo. Doei. Volgens mij ben ik wel goed hoor. Ik zie een illusionist. Dus ik denk dat Joy hier bedoelt. Hallo dan. Hey. Wow. Hey, maar vertel, wat gaan we doen vandaag? We zijn vandaag bij Christian Farla. En hij is een hele bekende illusionist. Deed onder andere mee aan Holland's Got Talent. En hij gaat natuurlijk met zijn eigen tour de hele wereld over. Zo, maar wat is een illusionist precies? Nou, volgens mij is het een soort van tovenaar. Maar daar gaan we vandaag eigenlijk achterkomen. Nou, laten we zeker snel naar binnen gaan. Maar voordat we dat doen, wil ik nog wel even vragen of jij thuis heel goed wilt opletten. Want, let op, er komen weer dit soort vraagtekens in de aflevering. Die zie je dan plop, 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 overal verschijnen. Deze telt niet mee. En de vraag is dan, hoeveel zie je er? Ja, weet jij het juiste antwoord, dan maak je kans op een Swiels hoverboard. Rij jij daar lekker soepel weg naar de ingang? Dan ga ik wel lopen. Zo. Hey, Joy. Hallo. Leuk dat je er bent. Hoe is het? Hey. Bart. Oh, wat? Komt gelijk een kaart tevoorschijn. Toen Bart en ik de loods binnenkwamen, zagen we meteen al Christian. En toen Bart zich voor ging stellen, gebeurde iets met een hele grote kaart. En het zag er heel erg gek uit. Gebeuren die dingen de hele tijd in je leven, of niet? Het is altijd magie, hè, als je hier bent. Nou, Christian, jij bent een illusionist. Maar wat doet een illusionist eigenlijk en wat is het? Nou, je hebt goochelaars en je hebt illusionisten. Nou, een goochelaar die doet alles in het klein, met balletjes, met kaarten. En een illusionist die doet dat in het groot. Dus ik laat mooie dames zweven. Ik laat auto's verschijnen of een helikopter verdwijnen. Maar dat is zo bizar dat je denkt van dat kan helemaal niet. Maar toch zit er dan iets achter. En het lijkt me dan heel moeilijk om dat verborgen te houden voor de andere mensen van hoe dat precies werkt. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat niemand weet hoe die trucs werken. Want ja, als je weet hoe het werkt, ja, dan is er natuurlijk geen verrassing meer. Ik wil natuurlijk iedereen altijd op het puntje van hun stoel hebben zitten. Dat ze denken, hoe kan dat nou? Hoe doet hij dat nou? Maar dat is heel veel werk. En kan een truc ook gevaarlijk zijn? Oeh, wij doen hele gevaarlijke trucs. Bijvoorbeeld bij Holland Got Talent hing ik in een klauw. Die moest, had ik 60 seconden om te ontsnappen. Heb je wel eens gehad dat het misging tijdens een show, dat allemaal mensen het zagen? Nee, ik heb gelukkig nog nooit gehad dat mensen zagen hoe het werkte. Maar ja, er kan natuurlijk wel eens iets fout gaan. Hè? Er kan een zwaard in de kist gaan, maar ja, er zit er nog iemand in. Hè? Dan heb je een hele grote schaafwond hier. Maar Christian, nu we er toch zijn, ja. Lijkt het ons misschien wel leuk als je ons gewoon even zo'n truc vertelt, joh. Kom op. En natuurlijk mag je als illusionist niets verklappen. Helemaal niks. Maar ja, nu jullie er toch zijn. Ik dacht, misschien is het leuk om jullie een trucje te leren. Met een pollepel. Die kan je gewoon thuis doen als je visite hebt of vrienden op visite. Oké. Zou die willen leren? Graag. Top, zeker. Nou, kom. Gaan jullie mee naar de magische kamer. De pollepel. Ik ga jullie leren hoe je een pollepel laat zweven. Toen gingen Bart en ik een truc leren en dat was met een pollepel. En ik dacht eerst, ja, wat voor een truc kan je nou met een pollepel doen? Nou, wat je doet,
Je houdt een pollepel in je hand. Je maakt met je hand een goede vuist. En dan knijp je heel hard in je pols. Dan gaat dat bloed, dat gaat allemaal naar je hand. En dat komt zo in je vingers. En dan wordt het statisch en dan blijft hij zo zweven. Zie je dat? Hop. Wil jij het een keer proberen, Joy? Ja hoor. Knijp in je pols, zo. Heel hard knijpen. En dan komt dat bloed zo in je hand en dan laat je hem los en... Hij valt. Enjoy. Ja, heel goed. Heel goed, Bart. Heel goed. Jij hebt de Magic Doos heb jij goed bestudeerd. Dit is het eigenlijk. Het is inderdaad zo. Kijk, je houdt de pollepel op je hand. En met je vinger hou je stiekem zo onder je hand. En dan blijft hij zo. Hup. En eerst had ik het helemaal niet door. Maar toen Bart het vertelde, dacht ik wel van... Ja, het is super makkelijk eigenlijk. Kijk, en nu gaan we nog een stapje verder. Kijk, zo. Doe maar. Doe maar mee. Oké, ja, wacht dan. Geef ik jou even een microfoon. Ja. Ja. Ja, dus dit had ik net zo en dan... En dan draaien we even zo. Mm-hmm. Ja? Zo. Ja? Ja, ik heb hem andersom, ja, oké. Nou ja, kijk, een goede illusionist kan ook gewoon die hand weghalen. Laat maar los. Jammer joh, Bart. Huh? Nou, Bart dacht even het mannetje te zijn, maar toen overtrof Farla hem met een hele gave truc waarmee hij de pollepel echt kon laten zweven, maar dan op een veel koelere manier. Nou, ik vind zelfkleding heel erg leuk en belangrijk, maar hoe belangrijk is het tijdens een show? Het is natuurlijk heel belangrijk als je optreedt dat je er dan niet uitziet zoals iedereen in de zaal. Hè? Dus je moet eigenlijk wel een beetje aparte kleding aan hebben. Weet je, anders ga ik even weg en dan ga je het even kleding. Ja. Oké, doei! Weet je wie er echt alles vanaf weet? Mijn assistente Bianca. Zal ik je aan haar voorstellen? Goed plan. Nou, kom maar mee. Oh ja, ja, kijk, hier is Bianca. Hi, hier is Joy. Hoi. Wat leuk dat je langskomt. Nou, toen ik binnenkwam zag ik echt heel veel glitters. Nou ja, ik hou echt heel erg van glitters, dus dat vond ik wel leuk. Nou, ik zie heel veel zwart. Is dat expres? Is dat functioneel? Zwart is wel functioneel, want dan zie je deze prachtige glitters op. En ja, dat is wel een beetje mijn kleur. En wat is nou je favoriete outfit die hier hangt? Oeh, ja, dat is zo moeilijk, want er zijn zoveel leuke dingetjes. En je weet het, meiden vinden alles leuk met glitters en dingen. Nou, als ik echt iets moet laten zien, dan denk ik toch dat ik ga voor een catsuit. Dat is wel echt een favorietje van mij. Die glimt mooi en ja, helemaal leuk. En is het ook functioneel omdat het strak tegen je lichaam aan zit? Ja, het is heel strak en functioneel omdat wij heel snel moeten zijn. We moeten heel snel verdwijnen en verschijnen. Ontwerp jij deze outfits of doet iemand anders dat? Ik ontwerp ze niet, maar ik bling ze wel vaak. Dus dan krijg ik het catsuit. Die is dan helemaal op maat gemaakt door iemand anders. En dan ga ik daar al die steentjes op maken. Hey Joy, ben je al een beetje klaar met je outfit? Want ik ga je wel zo laten verdwijnen, hè? Ga ik zo verdwijnen? Is dit dan wel goed als outfit? Nou, ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Oké, nou, ik ben er klaar voor. Succes, hè? Super. Bedankt. Toen ik met Bianca allemaal kleding aan het bekijken was, kwam Christian me ophalen. En hij vertelde dat hij mij wou laten verdwijnen met een truc. En ik schrok eerst heel erg, want ik dacht, ja, kom ik wel terug? En wat gaat er allemaal gebeuren? Wat moet ik doen? Oké, Joy, ben je er klaar voor? Ja, ik vind het wel een klein beetje spannend, maar ik heb er heel erg zin in. Jongens, daar zijn jullie. Kriebels in de bek. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan de grote verdwijndruk doen, dus neem plaats en kijk naar ons. Oké, Bart, ben je er klaar voor? Ik zit heerlijk. Showtime. Oh, Joy. Ja hoor. Ik zie je nog hoor, Joy. Hoi. Daar gaat Joy. Wat? Tadaa. Wacht, dit kan niet. Wacht even. Je zit er met je neus bovenop. Dit kan niet. Dit slaat nergens op. Joy. Goed, hè? Hoe dan? Ja, dat is nou magie. Nee, ik vind het heel leuk, maar haal hem maar even terug. Ik heb hem nog nodig voor de rest. Wil je weten waar ze is? Ja. Joehoe, Bart! Hi, Joy! Ik ben hier, hoi! Wat doe je daar? Hoe kom je daar? Wat? Magie.
echte magie. Vertellen, hoe doe je dit nou? Dat mogen wij niet vertellen. Ja, op, dat is beroepsgeheim. Is dat kan. Nee, staat er een ladder? Dan moet ik je doorzagen als ik dat vertel. Zit er een tunnel onder de grond of zo? Nee. Echte magie. Schiet mij maar lekker. Missie geslaagd. Zo, wat vond je van mijn truc? Ik vond dat je dat leuk deed. Zeker. En nu even voor alle kijkers thuis en misschien ook voor mij. Hoe deed je het? Vertel maar. Nee, Joy. Zo makkelijk kom je er niet af vanaf. Hoe deed je die truc? Magie. Heb jij opgelet deze aflevering? Hoeveel van dit soort vraagtekens zaten er in deze aflevering? Ja, deze telt niet mee. Weet jij het juiste antwoord? Stuur het naar dit mailadres. Vorige week heeft iemand het ook gedaan en dit is de winnaar. Tadaa! Gefeliciteerd. Ja. Zijn wij er volgende week gewoon weer bij? Ik denk het wel, hoor. Dat dacht ik. Doei! Doei!